Quinten die kwam bij ons op school en dat bleek al heel vlug op school dat Quinten een leerling was die niet zo achter zijn boeken moet zitten, die niet zoveel met zijn potloodje moet werken, maar die veel liever in de praktijk werkt. Als praktijkonderwijs zoeken wij dan voor die leerling een stageplek. Hij vroeg een stageplek voor licht en geluid en die hebben we opgezocht voor hem. Daar is hij 2 dagen in de week gaan werken. En die andere 3 dagen zit hij bij ons op school. Hoe je met mensen om leert gaan. Het was vroeger, ging het ook niet echt. Weet ik, ben je staat boos. En, ja, je kent het wel. Niet? Ik was gewoon heel opdringerig, zeg maar. En ik was vaak heel snel pissig, zeg maar. En op die school, op mijn stageklas dan, heb ik geleerd om me in bedwang te houden, zeg maar, een beetje. Om heel rustig over te komen. Niet meteen te druk doen. Engels. Engels is ook een heel leuk vak. Dat heb je nodig met dit vak. Vooral met het geluid. 1, 2, 3. Het geluid vind ik gewoon te gek. Ik hou van muziek. Ik hou van de mensen om me heen. Nee. Achter zo'n mengpaneltafel staan natuurlijk. Alleen dat zal nog wel een tijdje duren voordat ik kan mix. Ik hoop dat ik natuurlijk later een heel goede techniek is. 1, 2. Als ik mijn certificaat voor mijn stageklas krijg, dan zal ik een cursus gaan volgen in Amsterdam. Dat zal ongeveer 3 tot 6 maanden duren. Als ik dat eenmaal heb, dan heb ik een cursusdiploma geluidtechniekers. En dan zou ik dan een baan proberen te zoeken. 1, 2, 3. Daarnaast hebben wij ook dat de leerlingen in de les ook lessen krijgen sociale vaardigheden. Nou, die twee dingen samen was gewoon hard nodig van Quinten. En alles bij elkaar, na die tijd die we nu samenwerken, blijkt nou gewoon als hij nu weer een conflict heeft, komt hij naar mij toe. En dan zegt hij gewoon met Sepp dat of dat is er gebeurd in de les. En dan legt hij zijn conflict uit. Maar hij is ondertussen zo ver dat hij in dat gesprek tegen zichzelf al kan zeggen, ik ga het op die manier ga ik het oplossen. We geven elkaar een hand, hij gaat terug de les in en dan los ik het probleem keurig op.